Yo mensen, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik jullie ook iets laten zien wat te maken heeft met Minecraft. Jij typt in je zoekbalk server.pro. Eenmaal aangekomen op deze website, zie je hier dat je hier servers kan maken. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je Minecraft server maakt. Je klikt op My Servers of eerst klik je op Login. Ik ben al ingelogd, dan klik je op My Servers, kan ook hier. Daarna ga je naar beneden, dan klik je op Create a New Server. Dan kan je kiezen voor de Pocket Edition, alleen dat is voor de telefoon en de tablets. Ik kies gewoon hiervoor. Hier zou ik, voor die andere zou ik niet kiezen, want dat is voor de Pocket Edition. En waarschijnlijk gaat niemand daarop spelen. Je computer server maak je hier. Dan kies je wat het IP moet zijn. Dan kan je hier kiezen uit de achter IP dingetjes. Ik heb surf.nu en dat vind ik het makkelijkste. Dus dan kiezen wij even. Dit is een server.surf.nu. Daarna kiezen wij in Europe, want wij zitten niet in Noord-Amerika. Want als je Noord-Amerika kiest, dat kan natuurlijk ook, alleen dan krijg je een veel hogere ping. En dat is niet goed. Wij zitten in Europe, dus wij kiezen Europe. Voor premium kan je kiezen, maar dat is natuurlijk betaald. En dan kan je hiervoor kiezen. Wij kiezen dit, want wij zijn niet premium. En we kiezen lekker vanilla, of spigot, of dit of dat. Maar als je premium kiest, dan kan je uit veel meer kiezen. En wij kiezen natuurlijk voor de free server. En we kiezen voor de laatste. Je kan vanaf 1.5.2. Oh. En dan gaan we. Werk nou eens mee. Wij kiezen 1.11.2. Want dat is de laatste versie die we hebben. En dan hourly. Je kan monthly hier doen. Als je een betaalde server neemt, raad ik je echt aan om dit te doen. Want het bespaart zo ontzettend veel geld. Wij kunnen alleen maar per uur. Dus je moet een per uur refreshen. Er kunnen maar 12 spelers, 10 plugins. 2 core processors en een queue at peak hours. Dat is echt vervelend. Daarom moet je gewoon dit nemen. Dit is veel beter. Het kost 5 euro per maand. Tenzij je een grotere server wilt. Wij hebben een veel grotere server. Alleen die van ons. Wij hebben het zo gedaan dat we gewoon heel veel kunnen besparen. Hij kost iets van 10 euro per maand volgens mij nu. Is te doen. Verdienen we gewoon weer terug door de ranks. En als je hier hebt gekozen wat je wilt en dan kies je hier het IP. Dit is een server.surf.nu. Dan klik je op Create Server. En dan zit je hier in een queue. Dat is dan weer jammer. Dus dan zou je eventjes moeten wachten totdat je uit de queue bent. En eventjes wachten. Ja, dat duurt nou eenmaal best wel lang. Dus wij gaan dat er eventjes uitknippen voor jullie. Dus ik ga lekker wachten tot ik uit de queue ben. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Yo mensen, ik ben weer terug na 3 uur wachten. En nog een paar keer proberen om op te nemen, want het is een klein beetje mislukt allemaal. Maar dan gaan we nog eens een keertje doen. Ik heb zoals jullie zien nu mijn server is running. Hij gaat down over 50 minuten. Dat is een uur, maar dit is alweer 10 minuutjes later. Free servers will stop if there are no players online for 15 minutes. But don't worry, you can just start again if it happens. Dan moet je weer helemaal die queue afwachten. Dus ik zou hem niet gratis nemen. Ik zou hem betaald nemen. Het kost maar 5 euro per maand. Ik zou het gewoon doen of lekker komen spelen op mijn server. Dit is mijn server. En dit zou dan je eigen server zijn. Dit is het IP dan wat je hebt gebruikt. Verwijder een mail van ad server. Dan kan je hier zo gewoon een naampie invullen. Naampie. En dan doe je hier zo het IP-adres. En dat is het. En er kunnen 12 spelers maximaal in. 10 plugins maximaal. Dit is je server dan. Je kan een beetje fly uitzetten. Ook al ben je in creative fly aanzetten. GM0. Dan hoef je niet helemaal game mode survival. Of game mode 0. Gewoon GM1. GM1. En dan kan je hier. Je kan /pl en /op. Derpy kan je doen. En dan is Derpy nu OP op deze server. /TNT is ook altijd wel een grappige Kitty Cannon. Is ook altijd wel leuk. Nou, TNT gaan we even lekker spammen. Deze server kan niet heel veel aan. Juist. Fireball doen we er ook nog even bovenop. Want dat kan gewoon, jongens. Vonden jullie dit nou een leuke video? Beloon dat met een blauw duimpje. Is een klein beetje standaard om te zeggen. Maar we hebben de 100 abonnees gehaald, jongens. Dit is echt geweldig. Als jullie meer willen liken, dan zijn jullie altijd welkom, vrienden. Vertel jullie vrienden over dit kanaal. Vond je dit een leuke tutorial? Ook al ben je niet geabonneerd, abonneer dan even als je het een leuk channel vindt. Kijk nog wat video's om zeker te weten dat je een leuk channel vindt. Vond je deze wereld nou geweldig? Dit is de seed. Ik ga er zelf ook even een screenshot van nemen, want ik wil hem wel vaker gebruiken.
En ik ben het helemaal een beetje aan het slopen. Als je deze video nu nog ziet, dan kan je nog snel even de server joinen in een kwartiertje of zoiets. Let's blow it up. Maar ja, dit was de video dus weer en tot ziens.